Dubbele uitgifte van grond komt haast niet meer voor, houdt minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer journalisten vandaag voor op het kabinet van de vicepresident. Kort voor de vergadering van de Raad van Ministers zei de bewindsvrouw dat de afgelopen 3 jaren voor haar leermomenten waren op het ministerie. Nu heb ik de zaken onder de knie, zegt Forswijk. We hebben heel veel geleerd in de afgelopen periode. Dus je ziet en hoort ook niet meer zo vaak over dubbele uitgiften. Omdat we heel veel maatregelen hebben getroffen, waardoor het heel zelden nog voorkomt. U heeft gezien dat we van het jaar geen grote uitreiking hebben, net als voorgaande jaren. We doen het gewoon, u ziet als u ons page volgt op Facebook, ziet u dat we elke week mensen oproepen. Dus het gaat wel met de uitgiftes. Het ministerie roeit met de beschikbare riemen, zegt de minister. Het uitreiken van grondpapieren gaat gepaard met veel onkosten en daarom dat er nu is gekozen voor uitreikingen middels oproepingen.